De Caribbean Development Bank wil een effectievere leningen en ondersteuningsbeleid naar jongere organisaties voeren. In dit kader was er van 1 tot en met 3 april een delegatie in Suriname onder leiding van Charles Henry. De consultant heeft een bezoek gebracht aan minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken om het doel van zijn bezoek met haar te bespreken. De consultant heeft ook gesprekken gehad met andere stakeholders, waaronder jongeren in ICT, LGBT-organisaties, inheemse jongerenorganisaties, jongeren met een beperking, risicojongeren en vroege schoolverlaters. Ook het Nationaal Jeugdparlement werd geconsulteerd. Behalve Suriname doet de consultant de British Virgin Islands, Sint Kitts en Nevis en Belize aan. In april moet er een eerste draad van de consultatieronde af zijn.